Mag het ietsje meer zijn? Dat is de titel van het nieuwe boek van Alexander Van Dijl, waarin hij de geheimen van een klantgerichte organisatie blootlegt. Ik vraag Alexander hoe je zijn plug-and-play formule op evenementen toepast. Dag Alexander, welkom in de studio. Dankjewel. Je hebt een boek geschreven, Mag het ietsje meer zijn? Daarover gaat het precies. Dat gaat over de service van bedrijven en hoe je als consument uh -huh. betere service kunt krijgen door daarom te vragen. Veel mensen, veel, uh, veel consumenten, die kiezen ervoor om juist niet te vragen naar service, maar te gaan klagen. En dan vooral klagen bij vrienden en kennissen. Maar niet naar het bedrijf toe te gaan en te zeggen, ik wil deze service hebben. Maar is dat zo'n probleem vandaag? Krijgen consumenten, klanten geen service meer? Nou, ik weet hoe het in Nederland is en ik heb in België ook een aardige indruk. Mm -hmm. het, de, de service wordt langzaam maar zeker beter, maar echt goede service is moeilijk om te krijgen. Want wat is dan goede service? nou als ik een voorbeeld noem, yeah. uh, ja, je zit in de eventbranche en uh, yeah. als je bij een hotel binnenstapt, yeah. wat gebeurt er vaak? Laat ik eerst zeggen wat wil je yeah. als, als, als consument? Mm -hmm. Wat wil je? Je wil wat eten en je wil een bed. Mm -hmm. Over het algemeen. Hè. Na een lange reis wil je gewoon even wat eten, even jezelf opfrissen ja. en misschien even een dukje doen. En wat gebeurt er? Je stapt zo'n hotel binnen, en je gaat in de rij staan en achter in de rij. Ben je al een beetje geïrriteerd? Vervolgens kom je bij de receptie, bij de balie aan. Dan krijg je een sleutel. Dan mag je ook nog even je paspoortnummer en je creditcardnummer doorgeven. Mm -hmm. En dat zijn gegevens die zouden ze al moeten hebben. Dus dat zijn twee dingen die ze eigenlijk verkeerd doen. Ten eerste, je moet wachten. Mm -hmm. En ten tweede, je moet gegevens doorgeven die ze al hebben. En ten derde, je krijgt dus eigenlijk niet wat je zou willen. Dus het gaat een om een aantal processen gewoon te optimaliseren. Zodat het geen impact meer heeft op, op, op die klant. Klopt. Het, en het tweede, het tweede is ook een stuk luisteren. Ja, als een klant zegt, hè, noem, noem even een voorbeeld ja. van, ik wil een, uh, laten we het even bij de, bij de evenementen houden. Mm -hmm. Laten we zeggen, ik wil mijn zaal opzeggen. Hè, ja. Ik had een evenement gepland, maar dat wil ik toch niet. Ik ga die zaal opzeggen. Ja. Wat zegt die persoon dan echt? Zegt hij, ik wil die zaal opzeggen? Of zegt hij, ik wil minder betalen voor die zaal? Of ik wil eigenlijk niets betalen voor die zaal? Ja. En dat is een heel essentieel verschil, maar veel mensen die luisteren alleen naar dat eerste stukje. Ik wil de zaal opzeggen en handelen daar meteen naar. Maar ga niet doorvragen. En dat is ook een stuk service. En tegelijkertijd een opportuniteit voor als bedrijf. Absoluut. En daarom kan je dus meer verdienen als je je service ook verbetert. Nu, jij had, uh, en ik heb, ik heb dat stukje gelezen: een uh, plug-and-play business formule uh, voor, van hoe bedrijven dan moeten omgaan uh, met service. Kan je dat eens toelichten? Ja, eigenlijk zijn het vier stappen. Ja. Um, ik kan er heel uitgebreid over praten, uh -huh. daar hebben we nu geen tijd voor. Nee, maar het zijn, het, het zijn vier stappen. Het eerste stuk ja. is communiceren. Dus gewoon luisteren naar wat iemand te zeggen heeft. Maar je net zegt met dat voorbeeld: Precies. verder kijken dan alleen wat er op, ja. op het eerste zicht is. Dus communiceren, luisteren. Uh -huh. Daarna ga je de service verlenen die de klant daadwerkelijk wil hebben. Ja. Dus niet alleen wat de klant zegt, maar ook wat de klant niet zegt. Uh -huh. En als laatste. Kan je de beste deal gaan krijgen? Dus de, de, de hoogste omzet voor jou of de beste deal voor de consument. Je gaat een win-win-win situatie creëren. Dus jij wordt er beter van, de klant wordt er beter van en eventuele externe worden er ook beter van. Iedereen moet ervan groeien. Uh -huh. En dat is eigenlijk de essentie van die plug-and-play business formule. En daar gaat het ook om in mijn boek. Alles gaat erom dat iedereen beter wordt van een transactie. Dat is natuurlijk wel mooi, want. Het tegenovergestelde zie je vaak ook gebeuren. Hè? Consumenten die. en je noemde het in het begin van het gesprek ook al, uh, klagen en vaak online beginnen te klagen. En soms, we ja, moeten ook realistisch zijn: er kan iets mislopen binnen een bedrijf. Wordt dat direct opgeblazen op social media en wordt van een mug een olifant gemaakt. En dan slaat het weer over in de andere richting. Hoe ga je daar dan als bedrijf mee om? Nou, als, als je zover komt dat er een, een, een klacht wordt opgeblazen, ja? zorg ervoor dat je het oplost. Mm -hmm. Ik zag gisteren een video van een uh, van een man. Een, grote, een CEO van een groot bedrijf. Die was met zijn vrouw in een hotel. En die, had een, uh, nou, die vrouw die had een mooie jurk. Alleen die was gekreukt in het, uh, in het vervoer. Ja. Dat is vervelend. Dus die, die jurk die gaat naar de stomerij. Die wordt gestoomd. Die wordt gestreken. Die is helemaal mooi. Alleen hij was in plaats van de volle maat. Was die barbie formaat Dat is vervelend. Ja. Wat kan je dan doen? Die je kan zeggen: ja, daar zijn we niet voor verantwoordelijk. Voorwaarden, et cetera. Ja. Wat heeft dit hotel nou gedaan? Die heeft die. Dame meegenomen met een personal shopper om een nieuwe jurk uit te, uit te zoeken. Er zijn daarna nog wat fouten gemaakt. Alles tot in de puntjes opgelost. Nou, we zitten ook een grote spreker. Dus dit is ja. iemand die vertelt nu dit verhaal in een hele positieve zin. Ja. In plaats van dat hij zegt: Dit hotel heeft de jurk van mijn vrouw van normale maat naar formaat ja. gekrompen. Nu, als ik even advocaat van de duivel uh, mag spelen, als je een um Duur hotel bent, dan heb je vaak de marges om dat soort dingen te gaan doen. Als je een, een klein lokaal hotel bent en uh, die dame komt in een heel dure duur, uh, jurk af, er loopt iets mis waar je misschien inderdaad niet verantwoordelijk voor bent. Je hebt niet altijd de marges of de middelen om dat dan op die manier op te lossen. Of wordt dat toch verwacht? Het, je hebt de marges misschien niet. Mm -hmm. En toch zou je het moeten doen. Want in de situatie dat je het hier niet doet. Yeah. Dan wordt het inderdaad opgeblazen. Dan komt het op de sociale media, dan wordt het continu genoemd. Dan heeft jouw hotel een slechte naam. Terwijl hier, dit hotel, Rich Carlton, ik zal de naam dan ook maar even yeah, noemen, yeah, yeah. die heeft nu een goede naam doordat ze dit zo hebben opgelost. En stel je voor, het was een klein hotel geweest. Mm -hmm. Die had het misschien niet op dezelfde manier op kunnen lossen. Niet met de personal shopper, niet met al die andere dingen. Maar goed, dan geef je 200 euro uit aan een nieuwe jurk. En ja, dan heb je niets verdiend aan die kamer voor die paar nachten. Dat is wel een mooie reclame. Het is zeker een mooie reclame. Absoluut. Zijn er zo nog dingen op evenementen waar je van denkt? Ik neem aan dat je zelf ook wel eens af en toe naar een festival of iets dergelijks trekt, waar je je aan stoort? Wat, wat mij heel erg opvalt is, is bij veel evenementen: daar kom je binnen, je hebt al flink betaald. Mm -hmm. Je komt binnen en je mag opnieuw in de rij aansluiten nadat je dat evenemententerrein op bent om muntjes te kopen. Mm -hmm. Nou, wat heb je bij een, bij een evenement bij je? Eigenlijk vrij weinig. Het liefst in de zomer, dan heb je ook, ook een, gewoon een korte broek en, en weinig He? spullen. Zit je dan op muntjes te wachten? Ik denk het niet. Waarom zijn er op evenementen bijvoorbeeld zo weinig van die betaalkaarten? Zet gewoon te goed op een kaart en ga daarmee ja. betalen. Want wie worden, iedereen wordt er beter van. De gast wordt er beter van, want die kan geen muntjes kwijtraken. Uh -huh. Het evenement wordt er beter van. Want gasten die hebben misschien iets minder door hoeveel ze uitgeven. En degene die dus de, um, he, de, 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 de cateringbedrijven worden er beter van, want mensen gaan meer uitgeven dus die win-win-win zoals je De win-exact -win -win -win, uh, win -win. uh, ja nee oké okay, het is een heel mooi verhaal Alexander hartelijk dank voor je komst naar de studio heel graag gedaan en uw beste kijker bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week